Goedenavond, lieve kijkers. Het is weer tijd voor onze social special. De volgende onderwerpen vanavond. ABAP-topper Money Hunt. Bordeaux geeft via Facebook waardebonnen weg en raadt mensen aan thuis te blijven. Tessa Zendaar gooit de focus op COVID-awareness. Een boodschap aan alle jonge politieke leiders. En Bouva en Abdul erkennen uitslag. Eddie Jarab geeft een boodschap voor alle jonge politieke leiders van de nieuwe generatie die voor het eerst aan de verkiezingen hebben deelgenomen, maar de kiesdeler in 2020 niet hebben gehaald. Dit doet hij uit eigen ervaring als lid van de Volkspartij in 1977. Hij deelde daarbij in een post op Facebook zijn persoonlijke teleurstellingen tijdens zijn politieke carrière. En zijn boodschap was tenslotte: laat je niet ontmoedigen, de aanhouder wint. Vele positieve reacties kreeg hij van zijn volgers op deze post. Tessa Zendaar, nu bekend als TNN, Tessa News Network, kreeg met haar live reportages over de verkiezingsuitslag in 2 weken tijd meer dan 9000 volgers op Facebook. In de Anthony Nesty Sporthal volgde zij de controle op de processen verbaal op de voet. En zij heeft nu besloten door te gaan met het delen van informatie, maar dan over het COVID-19-virus. Zij probeert dagelijks zoveel als mogelijk zuivere informatie te delen, gezien er zoveel fake news hierover circuleert op social media. Dus het zijn twee verschillende goede doelen, om het zo te noemen. De ene richt zich op medicatie, de andere richt zich op voeding. Guys, TNN signing off, stay safe and thanks for all the support. ABAP-ondervoorzitter Joël Martinez, a.k.a. Money Hunt Bordeaux, geeft via Facebook Combe Markt waardebonnen weg. Bordeaux, die meer dan 50.000 volgers heeft op Facebook, heeft met deze actie de aandacht getrokken van veel mensen. De post werd meer dan 1300 keer gedeeld. Vanwege de COVID-crisis zijn nog meer mensen hulpbehoevend. Bordeaux heeft dan ook niet nagelaten een oproep te doen aan burgers om thuis te blijven. En dat deed hij op een merkwaardige wijze. Tiny Osso, I wish you vrouw lelijk, Gio. I ben one in Tana lelijk vrouw. I wish you man vind lelijk. Blijf met je lelijke man. Nou, je bent met een keuze voor dikke mandatie. Melvin Bouva en Amsad Abdul, beide parlementariërs van de NDP, hebben de nederlaag van hun partij bij de afgelopen verkiezingen erkend. Bouva geeft aan dat de kaarten zo goed als geschud zijn en dankt ieder die hem heeft ondersteund en feliciteert de partijen die zetelwinst hebben kunnen behalen. Abdul geeft aan dat hij het goed maakt, ondanks het relatief lage aantal van 117 stemmen. De voorzitter van de NDP, tevens president Desi Bouterse, begint overgangsgesprekken te voeren met de aankomende coalitie. Hij lijkt nu dus ook te erkennen dat zijn partij in de oppositie zal belanden, terwijl hij voorheen aangaf dat hij bezwaar zou aantekenen. Dat heeft de NDP inmiddels ook gedaan. Hij vroeg een tijdje terug tijdens de jaarrede ook al dat elk verkiezingsresultaat gerespecteerd moest worden. Laten we elkaar beloven dat wij onze eenheid en verdraagzaamheid onder alle omstandigheden zullen beschermen, zullen hooghouden en de uitslag van de verkiezingen, welke die dan ook mogen worden, als goede Surinamers zullen accepteren en respecteren. Ik dank u, mevrouw de voorzitter. En we danken vanavond ook Ineffable voor hun assistentie bij het kiezen van de onderwerpen voor onze social special. En we gaan nu terug naar Iwan.